Ik heb nog zoveel onthullingen in voorbereiding, denderde Mo verder. Als er nu eerst maar eens wordt besloten over die portefeuilleverdeling tussen de journalisten. In de verhalenbundel Stakende Stemmen schrijft burgemeester René Verhulst over Ede City. Een digitale webredactie die met columns en tweets de overheid bestookt. De onderliggende boodschap gaat over de invloed van sociale media. Het is natuurlijk fantasie, maar inderdaad, je ziet wat één tweet teweeg kan brengen... of wat complottheorieën teweeg kunnen brengen. Het wantrouwen wat ontstaat. Mensen lezen niet meer de krant of wat dan ook, maar op basis van een tweet gebeurt er ineens heel wat. En dat hebben we natuurlijk bij corona gezien, maar dat zien we ook bij andere dingen. En ik noem dat ook wel de zesde macht, social media. De zesde macht zijn wij geworden. Voor de verhalenbundel werkte de burgemeester samen met Jasper en Martijn Hendriksen. De tweeling van 19 uit Ede nam de illustraties voor hun rekening. Het was een lang proces, hartstikke leuk. En ook leuk om te zien hoe hij echt die verhaaltjes schrijft en hoe hij die cartoons voor ogen heeft. Want hij heeft natuurlijk helemaal een plaatje bedacht die wij daarna moeten gaan maken. Het zijn soms ook de leukste plaatjes die ik zelf niet had bedacht als ik de vrije hand daarin had. Wat mij dan wel opviel is dat ik stel me die mensen die in het boek voorkomen natuurlijk ook voor. En die hebben zij dan veel jonger getekend dan ik ze mij voorstelde. En de samenwerking die bevalt goed dat er misschien nog een vervolg komt? Wie weet. Er zijn nu al mensen die zeggen, maak een van die personen in je boekje, maak die wethouder of zo. En schrijf daar dan een verhaal over. Ja, wie weet.